Welkom bij, bij de presentatie van Fermacell. Oplossingen voor grootschalige houtbouw hebben we hem genoemd. Ja, als eerste zijn we gewoon blij dat we eigenlijk onze naam koppelen aan dit digitale event. Want ja, Fermacell en houtbouw, dat is gewoon... wij zijn al jaren in houtbouw actief aanwezig. Ook in Europa. En we zien dat er nu door die toename eigenlijk krijgt gewoon meer aandacht. En dat vinden wij ook gewoon tof. We gaan hier gewoon even in op de oplossingen voor grootschalige houtbouw. Zowel op geluid, als brand, als ook als circulariteit. Dus mochten er vragen zijn, nou, laat het weten. Even kijken, dit is even kort de introductie. Ik heb hier neergezet, Fermacell is houtbouw. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wat Fermacell is. Nou, het is een gipsvezelplaat. Het bestaat uit papier, vezels, water en gips. Het is eigenlijk ontstaan al precies voor de houtbouw. Dus ze hebben ooit een plaat gemaakt die bedoeld is ook voor de houtbouw. Dat die nou toegepast wordt op metal stud, dat is eigenlijk een bijzaak. Het was de bedoeling om een plaat te maken die genageld kan worden op hout. En die eigenlijk de functie van OSB en gipskarton in één plaat combineert. Dus zowel de sterkte als de afwerking heb je eigenlijk in één. Nou, we hebben al heel veel ervaring in Europa, in Denemarken en in sowieso Scandinavië en in Zwitserland. Er wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van houtbouw. In Nederland zien we het nou steeds meer. Ook CLT, dat is eigenlijk in Duitsland / Oostenrijk, Zwitserland, wordt al heel vaak toegepast. En vandaar ook dat wij ook heel veel ervaring daarin hebben. Nou, daarnaast denken wij altijd in systemen na, dus niet per se zeg maar, op het materiaal zelf. Kijk, we zijn maar een gipsvezelplaatje die op een wand gemaakt wordt. Maar goed, wij denken dus na over van wat doet het met de brandveiligheid? Hoe kunnen we nou brandveilige systemen maken? Wanden, ook vloeren en zelfs in knooppunten. Deze onderwerpen gaan we even behandelen. Dus we kijken even naar de oplossing van brandveiligheid. Hoe krijg je nou dat voor elkaar met houtbouw, zowel houtskeletbouw als CLT? Daarnaast kijken we naar geluideisen. Hoe krijg je dat voor elkaar? We hebben al een aantal interessante sprekers gehoord, zoals ook bijvoorbeeld ook project hout. Ja, daar zaten wij gewoon helemaal in met de droogbouwoplossingen. We kunnen dat gewoon allemaal aantonen en we hebben dat allemaal uitvoerig getest. Dan kijken we naar de integratie van vloerverwarming. Vloerverwarming is gewoon een heel behagelijk systeem. Om een ruimte en gebouwen te verwarmen. Daarnaast is het ook heel goed te combineren met lage temperatuur systemen. Aardwarmte bijvoorbeeld. En dan staan we nog even stil bij de circulariteit van Fermacell, van het materiaal. Nou, hebben jullie vragen? Stel ze in de chat. We hebben een team klaarstaan die al die vragen ook kan beantwoorden. Ik zal zelf ook proberen om af en toe wat vragen te beantwoorden of aan het eind. Als het niet lukt, dan kun je altijd bij ons in de lobby de vraag stellen. We beantwoorden hem sowieso. Okay. Brandveiligheid. Ja, hoe maak je nou woningscheidende wanden en vloeren 60 minuten brandwerend? Nou, ik heb een paar oplossingen voor aangeven. Daarnaast hebben we niet alleen 60 minuten. Als je naar hoogbouw gaat, kun je ook gewoon 90 minuten of 120 minuten zelfs krijgen. Dat is ook mogelijk. Dus die mogelijkheden zijn er allemaal. Dan kijken we even naar de brandveiligheid van gevelconstructies. Kijk, houtskeletbouw. Het is heel mooi, kun je een gevel maken met een gevelbeplating of bijvoorbeeld met steenstrips. Kun je een compleet element zo naar de bouw verplaatsen en heb je bij gelijk klaar. Alleen hoe zit dat dan met de brandveiligheid van bijvoorbeeld de brand in de spouw? We hebben daar uitvoerige testen mee gedaan en dat zullen we ook even behandelen. Ja, hoe maak je nou in houtskeletbouw een wand 60 minuten brandwerend? Vaak is 60 minuten brandwerendheid de eis. Nou, dat is eigenlijk simpel te doen met een enkele plaat Fermacell aan beide zijden bij een gescheiden regelwerk. We hebben het hier even over brandwerendheid, dadelijk komt geluid. Maar goed, kijk, voor gipskarton heb je al twee plaatlagen nodig aan beide zijden. Dan heb je ons maar één. Dat scheelt dus al de helft aan transport. Niet alleen transport naar de bouw, maar ook op de bouw. Dat is gewoon, ja, dat is een duurzamere gedachte, zeg maar. Daarnaast doen we ook testen met cellulose vezels. Kijk, in een houtskeletbouwfabriek kun je heel makkelijk cellulose inblazen. Ook daarmee zijn makkelijk 60 minuten brandwerende wanden te behalen. Nou, voor de vloeren
is het belangrijk om te bedenken dat de brandweerendheid altijd van boven naar beneden gaat. Die moet je aantonen. Dat kan met een vloeielement, zoals aan de rechterkant te zien is. Al onze vloeielementen zijn 60 minuten brandwerend. Maar je moet ook zorgen dat je brandweerendheid op orde is van beneden naar boven. Nou, dat kan met houtskeletbouw makkelijk door jouw balklaag te isoleren. En daaronder hoef je dan maar één plaat van vermicel toe te passen om jouw vloerconstructie 60 minuten brandwerend te krijgen. Zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. Nou, met CLT is dat iets anders. CLT-vloer is van zichzelf vaak brandwerend. Als dat niet zo is, dan kan dat altijd opgeplust worden met een vermicel gipsvezelplaat. Kijk, gipsplaten zijn gewoon erg goed in de brandwerendheid. En een vermicel kun je vergelijken met een brandwerendheid en een geluidwerendheid van twee gipskartonplaten. Dan hebben we de brandveiligheid van gevelconstructies in houtskeletbouw. Eigenlijk waar ik zo net even naar refereerde. Zijn gevels in houtskeletbouw wel brandveilig? Ja. En hoe zit het met spouwbrand? Ik hoop dat een heel aantal van jullie die de documentaire van Tegenlicht gezien heeft, waar precies dit behandeld werd. Wij waren op dat moment al een tijd bezig met die brandtesten die eigenlijk hier aan de rechtse kant staan. Dat hebben we samen met Peuts gedaan. Peuts is een brandlaboratorium, hetzelfde als Effectus dat bijvoorbeeld is. En daarmee, op dat moment waren we daarmee bezig, dus wij zaten ook allemaal gespannen voor de televisie destijds. Om te kijken of we op de goede weg waren. Nou ja, dat zijn we zeer zeker. Kijk, op het plaatje aan de rechterkant zie je eigenlijk het vlammetje. We hebben daar een woningscheidende knooppunt eigenlijk getest met houtskeletbouwgevels. Houtskeletbouwgevels worden natuurlijk al heel vaak toegepast, ook boven elkaar. En hoe zit dat dan met die brandoverslag? Of hoe zit het dan met die branddoorslag? Nou, eigenlijk zie je aan de rode pijlen alle brandtrajecten die we doorlopen hebben. En dat betekent ook dat we dat met een open raam getest hebben. Dus echt ingaan op de praktijksituatie zoals die nu getest wordt. Of zoals die in Nederland gebouwd wordt. Dus dit is een houtskeletbouwelement met glaswol. Er zit geen steenwol in. Aan de buitenkant zit de folie, aan de binnenkant zit de folie. Dan zitten er ventilatielatten op. We hebben een niet-brandwerend ventilatierooster getest. Dat is ook de praktijk. En dus met een open raam, bij wijze van spreken, te vergelijken met een enkel glas. Waarbij bij brand heel snel die brand eigenlijk via de gevel naar boven schiet. Die komt in die schoorsteen, die spouw. Wat gebeurt daar? Nou, we hebben deze constructie helemaal volgezet met thermokoppels. Dat zijn eigenlijk meetpunten in de constructie. Die de temperatuur de temperatuur in relatie tot tijd meet. Conclusie. We hebben heel veel data verkregen. We hebben ook heel veel dingen getest. We hebben de brandweerendheid van buiten naar binnen getest. Van binnen naar buiten. Nou, dit knooppunt hebben we helemaal getest. Ook met steenstrips hebben we het getest. Wat blijkt, dat die brandwerendheid zeer goed te behalen is met houtskeletbouwgevelelementen die we op dit moment maken. Er zijn voorwaarden waar je aan moet denken, of in ieder geval waar je rekening mee moet houden. Maar die zijn prima met houtskeletbouw op te vangen. Daarnaast zien we dat bij open gevelbekleding, dat die brand daar eigenlijk snel al in die spouw terechtkomt. Dat het daar goed is om daar een cementgebonden plaat toe te passen, die eigenlijk die vlamdoorslag weert. Dus geen beperkingen. Dan hebben we geluideisen. Want ik zit te kijken, ik moet even de tijd wel in de gaten houden. Zijn jullie er allemaal nog bij? Ja, mooi. Oké, goed. Publiek is er niet, maar dat maakt niet uit. Geluideisen. Woningscheidende wanden gaan we even behandelen. Woningscheidende wanden en vloeren die voldoen aan het bouwbesluit. En het laagfrequent geluid. Ook een belangrijk punt met houtbouw. En hier staat houtbouw is droogbouw. Ik heb een aantal sessies al gevolgd. En daar zie ik heel vaak dat er toch een cementdekvloer op die mooie CLT komt. Dat is niet nodig. Er zijn zoveel voordelen met droogbouw. Je brengt geen vocht in jouw mooie droge houtbouwconstructie. Benut dat. Blijf droog. Je hebt geen droogtijden. Je kan links beginnen en de volgende dag gewoon stoppen. Of stoppen en de volgende dag weer doorgaan.
En dat vocht wat in al die materialen trekt, dat is bij Fermacell ook zo, dat is gewoon nadelig eigenlijk voor de eindgebruiker. Als het niet goed geventileerd wordt, dan zit je met dat vocht en dat wil je niet. Dat hoeft ook niet. Oké, hoe doe je dat bij houtskeletbouw? Nou, wanden, eigenlijk hetzelfde als wat ik bij brand zei. Enkele plaat, 12,5 mm aan beide zijden, is voldoende. Aan de rechterkant de vloeren. Plaats een droge zwevende dekvloer aan de bovenzijde. Isolatie tussen de balken. Verend plafond aan de onderzijde. Ik heb die even over houtskeletbouw, dus nog niet over CLT. Zijn zeer goede geluidsresultaten te behalen. Voor CLT. Voor wanden is een enkele plaat 12,5 mm aan één zijde voldoende om, dus bij een enkele scheidingswand, kun je één plaat Fermacell toevoegen om aan de geluideisen te voldoen. Of, wat vaak ook gedaan wordt, twee separate CLT-wanden. Nou ja, dan heb je eigenlijk al niet eens een Fermacell of een gipsvezelplaat nodig. Voor de vloeren is het een heel ander verhaal. Dat is zeker wat lastiger te behalen, maar ook zeer goed te behalen door het droge zwevende dekvloer toe te passen. Daaronder het honingraadsysteem van 30 of 60 mm toe te passen. En dan heb je dus geen plafond nodig. Nou, bouw je in CLT, wat is er mooier dan dat je die CLT-vloer aan de bovenkant in het zicht laat, in plaats van dat daar een gipsvezelplaat of een gipplaat toegepast wordt. Het is ook niet nodig. Ik zal hier even uitleggen. Kijk, hoe zit het dan met laagfrequent geluid? Met ons honingraadsysteem haal je op laagfrequent ook zeer goede resultaten. Je kan zeg maar je lage frequent mee laten wegen in een geluidberekening. Normaliter is dat vanaf 100 hertz. Bij laag frequent ga je naar 50 hertz. En ook bij 50 hertz zien we dat je gewoon aan de woningbouw-eis voldoet. Het mooie aan dit systeem is dat die honingraad, dat zie je daar beneden. Dat is eigenlijk een element van 30 of 60 mm hoog. En dat wordt gevuld met honingraadkorrels. Die brengen eigenlijk massa aan de lichte, stijve CLT-vloer. Breng je eigenlijk massa op. En vervolgens leg je daar dus een zwevende dekvloer op. Nou goed, ook bij de laagfrequent, want die korrels die liggen los, absorberen die de lage frequent heel goed. Daarbij is het een droog systeem. En we zien zelfs dat het betere prestatie is dan op cementdekvloeren. Waarom? Die korrels die kunnen allemaal onderling trillen. En die cementdekvloer wordt op een gegeven moment eigenlijk een stijf geheel. Die brengt wel massa toe, dus het is zeker een systeem wat voldoet. Alleen het wordt wel stijf. Nou, dan de integratie van vloerverwarming. In veel van onze vloerelementen kun je vloerverwarming frezen. Je kan het frezen. We hebben ook nog complete voorgefreesde platen die bijvoorbeeld mogelijk zijn. Maar goed, je hebt hier wel de behagelijkheid van de vloerverwarming in je woning of in je appartementengebouw. Ook dit hebben we getest, voldoet aan de brand- en aan de geluidseisen. En het is natuurlijk supergoed te combineren met lage temperatuur verwarmingssystemen. Dus dat betekent dat je eigenlijk in een heel klein opbouwpakketje brand, geluid, verwarming en koeling, want je kan het gewoon ook koelen, ook inzetten als koeling, in één oplossing hebt. Daar wou ik nog even wel stilstaan bij de circulariteit van Fermacell. We gaan redelijk snel door de onderwerpen heen, maar mocht je meer informatie willen, laat het even weten. Of stel de vraag via de chat. We beantwoorden alles. We hebben eigenlijk heel veel informatie, maar het is maar een korte tijd. Fermacell bestaat gewoon uit papier, water en gips. Niks meer, niks minder. Water, we gebruiken geen leidingwater. We gebruiken gewoon water uit de rivieren. We hebben een eigen waterzuiveringsinstallatie in de fabriek, waarbij al het water wat gebruikt wordt, weer teruggebracht wordt, of niet weer opnieuw gebruikt. Het is een gesloten circuit. Papier is gewoon het oud papier wat mensen aan de straat zetten. En buiten dat gebruiken we ook nog het afvalpapier van de papierindustrie.
Dus het papier waar eigenlijk de papierindustrie niks meer mee kan, dat kunnen wij, gebruiken wij en dan maken wij onze gipsvezelplaten van. Papier is echt de wapening van de plaat. En gips is oneindig recyclebaar. We hebben al uitgebreid testen gedaan. Wij kunnen een plaat maken die bestaat uit 100% gerecycled gips. Dat is technisch gewoon mogelijk. Alleen het probleem is, we hebben te weinig gerecycled gips. We krijgen te weinig gips terug uit de markt. Die markt is daar nog niet klaar voor, hoe je het ook zegt. Maar goed, technisch is het al bij ons al lang mogelijk. 100% gerecycled gips gebruiken om een nieuwe plaat te maken. De cirkel is echt rond. Hier wordt geproduceerd, dat gaat naar een timmerfabriek. Een timmerfabriek maakt het op maat. Het afval wordt verzameld in een big bag van Fermacell. Die big bag van Fermacell komt weer terug. Die wordt hier in de Dracula wordt die zeg maar weer vermalen. En er wordt weer een nieuwe plaat van gemaakt. Hoe gaat dat bij vezelversterkt gipskarton? Er zitten allerlei additieven bij. Glasvezels of vezelversterkte gipskartonplaten. Dat is moeilijker recyclebaar. En we hebben het voor elkaar. Ik weet dat zij dat in ieder geval een stukje minder voor elkaar hebben. Maar bij ons is dat prima mogelijk. Nou, hier rechts staat eigenlijk een beetje het vergelijk. Dat kun je gewoon uit de EPD's, de Environmental Product Declarations van de verschillende producenten halen. Dat Fermacell eigenlijk super goed scoort op basis op de Global Warming Potential. Dit is dan in vergelijking met andere gipsplaten. Met OSB heb je een heel ander vergelijk. Dat is wat lastiger te maken, want die zijn weer wat beter in de Global Warming Potential, maar wat slechter in alle andere dingen dan Fermacell. En wat we eigenlijk mee willen aantonen is gewoon van, het is een heel circulair materiaal. En we zijn ook bezig om dat wat nog wat meer uit te dragen in de komende tijd. Dus daar zult u nog wel wat van gaan horen. Nou, dan hebben we ook nog door onze samenstelling is het materiaal, dat is eigenlijk het onderste deel, vochtregulerend. Dus als het in een ruimte de relatieve luchtvochtigheid hoger wordt, dan neemt Fermacell het op. Dat is ook, ik heb daar wel eens naar gezocht, maar het is moeilijk aan te tonen. Je krijgt daardoor een behagelijke binnenklimaat. En als iemand informatie heeft over de aantoning daarvan, dan bel ons of laat het even weten, want we zijn zeer geïnteresseerd. De relatieve luchtvochtigheid blijft langer op één pijl. En dat zorgt er gewoon voor dat je binnenklimaat behagelijker wordt. Nou, combineer je dat nog met vloerverwarming, waarbij de temperatuur ook nog constant is, dan heb je denk ik een heel erg behagelijk huis, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een betonnen casco. Nou, mensen met informatie daarover, meld je. Kortom, er zijn echt in houtbouw mogelijkheden genoeg. De oplossingen, we hebben zo brand en geluid eventjes proberen aan te halen. Mochten daar nog wijzigingen in zitten of eisen die niet helemaal volgens bouwbesluit, we hebben de data, we hebben de testen, we hebben ze al heel lang. Maar goed, schroom je niet, laat het ons weten. Dit is een voorbeeldje. We hebben heel veel projecten al gedaan met Fermacell en met houtbouw, samen met onze industrieprojecten. We hebben CLT-projecten met Leen Borst ook veel bekeken en gemaakt. We maken een compleet systeem van binnenplaat tot dragen van steenstrips of van plaatmateriaal aan de buitenkant. Ik zou zeggen, de oplossingen die hebben we al. Nu alleen nog de markt. Ik vind het hartstikke mooi dat deze booster is. Wat is dat? Oh, ik krijg er komt een camera voor, maar ik zie niks. Zo. Ik heb volgens mij nog 30 seconden. Dus, hartstikke bedankt dat jullie hier aanwezig waren. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Voor mij is het een beetje rommelig, maar ik hoop dat het allemaal goed te horen was in ieder geval. Wij gaan alle vragen beantwoorden en we spreken jullie zeker een volgende keer. Tot ziens!